Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For the people who don't know me, my name is Guusje van Giel. I am from the Netherlands. I'm 23 years old and I work as an online creator and fitness model. My mother and sister live around the corner. My father and my stepmom live on Bonaire. And my brother also does not live far away. I have a boyfriend, Michał. He is Polish and we're in a relationship for 6.5 years now and live and work together. We have worked so hard on this YouTube series and I'm so excited, so let's go. Oh my gosh, I got my first tattoo. I never expected myself to be a tattoo lover. I always liked it on other people, but never thought it was something for me. Ja, dat is wel heel leuk. Hij vond het wel mooi dat hij wel een leuke lijn heeft. Maar hij is zo. Dat ook, ja, ik denk dat het wel echt voorkant vinger wordt. Dat was in eerste instantie ook het idee. Zij komt vond ik gewoon heel leuk. Als het snel vervaagt, is dat wel echt zonde. Want het gaat gewoon snel vervagen waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. En het kan zijn, vaak heb je zeg maar dat dan bijvoorbeeld dit gedeelte wel goed blijft zitten. En die aan de binnenkant gaat hij voor snel vervaagd. Ja. Ja, ik snap hem. Ik hem gewoon. Ja. Moet ik ook aan deze diktes denken? Wel heel erg mooi. Wil je even zien hoe het op mijn hand eruit zou zien? Als ware als die. Ja, en dan even kijken hoor. Of ietsjes lager, zeg maar naar de duim. Aan de kant. Ik denk dat die grootte ook wel goed is. En dan de laatste gaan we voor het middelhartje op de vinger, want aan de zijkant gaat die echt te snel eraf. Wel toch? Oké, tof. Ik bel straks wel even. Oké, doei. Het voelt eigenlijk als allemaal kleine muggensteekjes. It didn't even hurt in a bad way. Not sure if that sounds weird, but I can understand why people can like the feeling of getting a tattoo. Het voelt alsof iemand gewoon heel snel met heel veel naald zo. Maar dat is het ook. Ja, dat is het ook. Ja, nee, en die anderen zijn gewoon heel leuk, maar dit is weer een soort van tatoeage die me gaat helpen. En dit is een hartje gewoon. So the tattoos I got are a flamingo, because my father lives on Bonaire and I go there so many times per year, and that's Flamingo Airport, so I thought it's fun too. Yeah, plays on my hand. Then I have like a wave with like a song because I travel so much. I love traveling. This year I traveled to so many different places in the world, so that's the reason why. And then I have a heart on my middle finger because I thought it was funny. And I have like a play and stop sign on my hand because it's something mental health related. And I wanted to talk a bit more about that today because I have OCD. But what is OCD? OCD stands for an obsessive compulsive disorder. It's a mental health condition where a person has obsessive thoughts and compulsive behaviors. A compulsion is a behavior or mental act that you keep on repeating in order to escape the nasty feeling you get from obsessive thoughts. OCD can interfere with your life. So we all know those YouTube videos or TikTok videos, for example, where people cut a pie in uneven pieces or straighten a crooked object and then say, oh my god, this is so not good for my OCD. That's not what OCD is. However, most people with OCD do love things to be organized, but it's just way bigger than that. For example, one of my many tics is when I'm traveling, I have to keep checking my bag to make sure everything is in there, and I have to touch each item. And on a bad day, I have to do this about 100 times during a full day of traveling. And even then, I need to still ask my boyfriend to check it,
and only when he confirms it, I feel relief. So just an example, it's normal to go back to your car and check if you locked it, even for a few times. That's just human. But what I just explained with the bag is not because I can't trust myself, so I need someone to confirm it. How I handle this is with professional help, where I learn how to deal with specific tics and obsessive thoughts. Waarom ben je hulp gaan zoeken en was het een moeilijke stap? Ik ben hulp gaan zoeken omdat ik erachter kwam dat ik dingen deed die niet oké waren. Ik schoot foto's van ongeveer alles wat ik deed wat ik wilde nachecken. Bijvoorbeeld een kastfornuis of deuren die dicht waren. Of stopcontact of stekkers er wel uit waren. Eigenlijk vrij basisdingen die voor mij super normaal waren om te doen. En dat was niet normaal. En dit zijn maar een paar voorbeelden. En op een gegeven moment ging het gewoon slecht met me. Ik had geen controle meer over mezelf. Ik kon mezelf niet meer vertrouwen. Zo erg was het wel. En ik wist dat het tijd was om hulp te zoeken. Het was niet per se heel moeilijk voor mij, omdat ik zo graag wilde dat het ophield en dat het verbeterde. En dat ik wist, ik was er echt wel van bewust dat er iets mis was waar ik echt aan zou moeten werken. Dus voor mij was de stap eigenlijk heel fijn om te zetten dat ik hulp ging krijgen. Wanneer heb je er meer last van? Ik heb meer last van dwangklachten of intrusies als ik gewoon een hele drukke periode heb. Ik heb controle nodig, ik heb structuur nodig. En als ik dat verlies doordat ik heel veel in mijn hoofd heb, dan nou ja, ga ik heel veel tics doen die ik voorheen al een tijdje veel minder deed bijvoorbeeld. Of ik creëer nieuwe dingen die dan een tijdje weer gaan vasthouden. Dus vooral in hele drukke periodes wordt het heftiger of het nou leuke dingen zijn of geen leuke dingen. Wanneer kwam je erachter dat je dwangklachten had? Toen mijn ouders uit elkaar gingen, toen was ik 10 of 11. En ik heb toen bij heel wat psycholoog gelopen vanwege dat er natuurlijk veel aan de hand was. Er veranderden heel veel dingen in mijn leven. Ik raakte heel veel structuur kwijt. Alles wat ooit normaal was, was ineens niet meer normaal. Ik merkte dat ik bepaalde dwanghandelingen ging uitvoeren om een soort van mezelf veilig te houden. Om een soort van zekerheid te creëren in mijn leven die ik niet meer had. En ik wist daar al wel dat het een soort van raar was. Ik maakte soms video's van dingen om te kijken of het wel daadwerkelijk gebeurde. En stuurde het soms naar vrienden door om te zien van, of om te laten zien van, hey, kijk, dit heb ik gedaan. Van, ik heb iets dicht gedaan of ik heb iets op slot gedaan of whatever. Omdat ik toen mezelf dus al niet meer vertrouwde met sommige dingen. En ik had het nodig dat dat goed ging. Want anders zou dat ook in mijn leven weer gaan veranderen. En dat werd eigenlijk erg over de jaren. Zo erg dat ik dus op mijn 19e hulp ben gaan zoeken. Ik ben ondertussen 23, dus ik heb al heel wat jaartjes hulp. En over de jaren merkte ik dus gewoon dat het erger en erger werd. En op mijn 19e, toen ik dus startte met hulp hiervoor vragen, was het zodanig ernstig geworden over de jaren. En beheerste het zo erg mijn leven dat ik niet meer echt normaal mijn leven kon leiden. Omdat ik zoveel dwanghandelingen moest uitvoeren overal om zeker te zijn van mijn eigen zaak en dingen in het leven, dat het echt tijd was om naar hulp op zoek te gaan. Dus ik denk dat het over de jaren wel heeft bewezen aan mezelf, als ik er zo op terugkijk, dat ik dingen deed die niet correct waren en die ik zou moeten veranderen om weer een normaal rustig leven te leiden. En ik wist zeker dat daar hulp voor was. Dus ik denk dat het gewoon erger is geworden over de jaren en dat ik er zo achter ben gekomen dat dingen niet normaal waren. I'm not going into this any deeper, just wanted to share a bit more personal stuff with you guys as nobody's perfect. If you want to know more about OCD, make sure to learn about this from reliable sources and definitely not TikTok.